Ja, Sybrand Buma, leuk dat u er bent. De aanleiding is, ik zei het al, we maken dit programma voor 13e seizoen. Elk jaar staan wij stil bij de Elfstedentocht, die er natuurlijk in al die 13 jaar nooit geweest is. Om de herinnering leven te houden. Ja. Om de jongste kijker bij te praten over een groot volksfeest dat ooit was. In 1986 voor het laatst, 21 jaar geleden. 97 voor het laatst. Daar heb je gelijk. In 86 heeft u hem gegeven. 97 voor het laatst, 21 jaar geleden. Telegraaf, ijzers uit het vet. Volgende week gaan we echt schaatsen. Ja. Dat is nog geen Elfstedentocht, maar we kunnen weer baantjes trekken. Dat is ook alweer lang geleden. Dus wij staan eens per jaar stil. Vaak met Erwin Bennemars en van alles en nog wat hebben we gedaan. We hebben hier gehuild aan tafel omdat hij weer niet doorging. Nee, niet door, dat maakt Marie. Ik niet wel. Maar u bent de enige fractievoorzitter die hem heeft uitgereden in 1986 dus. En daar ligt het kruisje. Ja, ik heb hem meegenomen. Ja. Waar hangt dat bij u thuis? Waar bewaart u hem? Ligt in een kast. Ja. Is het iets, tegen betaling kan je naar kijken. Is het inderdaad wat men zegt dat het is? Dit is zo'n kleinoot, daar ben je zo trots op. Daar kijk je eens in de zoveel tijd nog even naar. Dan denk je, godverdorie, ik was erbij. Ja. Ja, zo is dat, ja. 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 Voor de jongste kijkers, zo gaat het toch. Die horen er dan van hun ouders of van hun opa en oma. Wat is de Elfstedentocht? Nou, dat is echt helemaal beginnen bij het begin. Ruim 200 kilometer schaatsen langs de 11 Friese steden. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ja, hoe lang heeft u... En er zijn ook mensen die kijken dan, en dat zijn er vooral heel veel. Ja, er kijken heel veel mensen televisie, maar dat doen ook... U was uiteraard een toerrijder, je hebt de wedstrijd. Nou, die winnaars die kennen we nog wel bij naam, hè? Die kunnen we bij naam noemen. U zat in dat reusachtige peloton. Ja. Hoe lang heeft u erover gereden? Een uur of 13 volgens mij. 13 uur van 's ochtends... 9:15, 9:30 tot 's avonds, 1:30 volgens mij. Daar zien we een foto. Ik had een heel, ja, dat is halverwege. Ik had een heel hoog startnummer, dus ik startte pas om 9:15 's ochtends. Wat heel laat is. Uh-huh. En dan zit je dus 's avonds veel in het donker. Dus het is na een hele dag schaatsen. Het is de enige keer dat u mee hebt gedaan? Ja. Ja, en ook meteen uitgereden? Ja. En u was al lang lid? Of niet? Nee, ik kan je vertellen, toen nog veel mooier. Ik was later lid geworden. Ik studeerde en ik heb de kaart bemachtigd in ruil voor een fles Berenburg. Zo? Oh. Dat komt in die dagen nog. Geruild met een alcoholist. Vind ik niet aardig als je kijkt. Dus ik ben daarna pas lid geworden. En toen kwam het echte drama, want toen heb ik hem niet gereden. In 1997 was ik uitgeloot. Oh ja, tuurlijk. En, ja, dat kan. Ja. Dat en kan. Toen ben ik ook niet in Nederland gebleven. Dat vond ik te erg. Dat kon u niet aan? Nee. Dat meent u niet? Ja. Nou ja, als dat die lust in je leven is. Ja, ik had geen zin om daar, dat vond ik toch te erg. Waar bent u heen gegaan? Zwitserland.